Het gaat goed met de Zuiddijk. Je hebt hier steeds meer eetzaakjes die tevoorschijn komen. Hier verderop op de Zuiddijk heb je een Indonesisch eetentje. Hier heb je een kaasboer. En hier is een nieuwe fietsenwinkel gevestigd. En van de zomer, ja, als het echt warm is en dat gaat gebeuren, kun je hierachter een lekker ijsje halen bij de ijsboutique. Die is zojuist officieel geopend. En wij van Radio TV Zaanstreek gaan daar binnen een kijkje nemen. Martijn van der Roorse, ijsbus. Je bent samen met je compagnon en je vrouw een ijsboutique begonnen op de Zuiddijk. Ja. Waarom? Om het dood eenvoudige feit dat wij zijn vorig jaar heel erg leuk ontvangen met de Roorse ijsbus in de Zaanstreek. We kwamen er echt achter dat mensen ons echt Italiaanse ijs overheerlijk vonden. Dus we hadden zoiets van, wat ontbreekt er aan hier in de omgeving? Een leuke, mooie ijssalon, een laagdrempelige ijssalon. Waar je ook een goed kopje koffie kan drinken. Waar je even lekker kan zitten. Dus zodoende dat we zoiets hadden van, we gaan de ijsboutique beginnen. Waarom op de Zuiddijk? Wij wonen in deze omgeving. En dat is al jaren zo. We hebben ook de buurt zien veranderen. En we hadden zoiets van, dit is misschien het moment om te beginnen. Wat voor ijs verkopen jullie? Italiaans ijs, maar wel van een speciale maker. Ja, wij verkopen ijs van de firma Paparo uit Bussum. We horen bij de top der Nederlandse ijsmakers. Zijn we ontzettend trots op ook dat we hun ijs mogen verkopen. Want het is niet zomaar gezegd dat je, als je denkt van ik ga een ijssalon beginnen, ik ga het ijs van Paparo even verkopen. Dat zit gewoon 35 tot 40 jaar familietraditie in dat ijs. Mensen zijn er heel zuinig op, omdat het puur natuur en een echt kwaliteitsproduct is. Het is geen roomijs, hè? Nee, gelato en roomijs, dat is een perceptie die mensen hebben dat hetzelfde is. Maar dat is absoluut niet het geval. Roomijs wordt gemaakt van het room uit melk. Dus dat is een concentraat, waardoor het altijd wat vetter zal zijn. Melk, daar wordt gelato van gemaakt. Dus van de hele melk. Dus het is minder vet. Maar goed, ik ben geen gezondheidsgoeroe. Dus weet je, er zit natuurlijk ook in gelato, net zoals dat in elk ijs zit, veel zoetstoffen. Dus ik zal niet zeggen dat het gezond is. Want dat dit ijs is, het is gewoon lekker. En ijs moet leuk zijn. Echte aardbeidjes. Wil je nog spiegeltjes op? Die zijn altijd gratis. Nee? Doe maar daar. Zo, kunnen we nog een bolletje? Nog een bolletje? Wow! Ja, ze was een bolletje. En wat wil je? Cheesecake. Nou, hè? Nou, niet meer, hè? Dan heb je aardbei-cheesecake, je hebt gewoon aardbei en je hebt zoveel karamel. Kijk eens. Alsjeblieft. Heb je op de Zuiddijk veel zaakjes, hè, met eten nu? Je hebt een kaaszaakje tegenover je zitten. We hebben nog een Indisch restaurantje wat komt. Een saladebar heb ik gelezen. En nou, een ijssalon. Ja. Dus de Zuiddijk begint toch weer een beetje op die van vroeger te lijken. Ja, laten we dat hopen, jongens. Ik bedoel, ik weet niet wat. Er zijn nog heel op andere initiatieven. Wat je hoort in de wandelgangen in ontwikkeling. Schijnt dat er nog hotels bij moeten gaan komen hier op de Zuiddijk. Weet je, en nog meer eetentjes. Dus wie weet waar het op gaat lijken. Ik heb al horen fluisteren dat mensen het op het 10e straatje vinden gelijken. Dus. Nou, heb je de kermis die eraan komt. Je hebt nog de Dam tot Damloop. Ik denk dat je wel op een goede locatie zit ervoor. Klopt. En het is zelfs zo dat de locatie waar we zitten zich ook leent om zelf kleinschalige food evenementjes te gaan organiseren. En dat is ook iets wat we zeker in de toekomst gaan doen. En we hopen daarbij natuurlijk in samenwerking met onze collega's hier op de Zuiddijk of directe omgeving. Je verkoopt niet alleen ijs, maar ook koffie en thee.
En nou had je een speciale soort iets thee? Waar moet ik me erbij voorstellen? Ja, we hebben hele speciale verse thee. Dat zit ook in potten. Dat staat bij ons hier op de balie. Het is de bedoeling dat je daar een schepje in een zakje doet. En het zakje gaat automatisch dicht als je het in het warme water doet. En het is echt puur natuur en ook weer eerlijk. Weet je, gewoon kwaliteitsproducten. En, dit wordt gebaakt door een buurvrouw van ons. Wij wonen zelf hier echt in de directe omgeving. Ja, het is dus ook wel leuk dat je dat platform kan bieden voor ook weer de kleinere ondernemer hier in de omgeving. Dus wil natuurlijk niet zeggen dat we alles zomaar gaan verkopen. Moet wel echt bij ons conceptje passen. Ja. Dus je hoopt ook dat mensen hier komen en gezellig met elkaar een babbeltje maken. Of met jullie, dat mensen ook een beetje samen bij elkaar komen. Ja. Ja. Het moet wel een beetje een soort buurtontmoetingsplaatsje gaan worden. Ook een plek waar de kleinere ondernemer een seminaartje kan geven. Zolang het niet grootschalig is. Ja. Dus en voor kinderfeestjes natuurlijk. We willen het eigenlijk een soort buurthuisje, moeten we het niet noemen. Maar wel een plekje waar mensen zich gewoon lekker in de buurt thuis voelen. Concurrentie. Je hebt nog Goeman zit in het centrum. Ja. Denken dat jullie daarmee kunnen gaan concurreren? Of dat jullie echt concurrenten van elkaar zijn? Weet ik niet. Ik denk dat Goemans en wij, dat we totaal verschillende bedrijfjes zijn. Goemans maakt zijn ijs bijvoorbeeld zelf. Wij hebben ervoor gekozen. Omdat we er ontzettend trots op zijn dat we kwalitatief heel hoog aan het ijs hebben. Om dat niet te doen. En daarbij, Goemans, zover ik weet, verkoopt roomijsje. En wij verkopen toch echt gelato. En daar zit het grote verschil in. Martijn, ik wens je heel veel succes met je compagnon en je vrouw met de ijsboutique. Ja, dankjewel.